Deze kruisdraging is geschilderd door Pieter Breugel de Jonge. Het is een werk dat je pas begrijpt als je teruggaat naar de schilderij die zijn vader maakte, de grote Vlaamse meester Pieter Breugel de Oude. Het is een turbulente periode waarin Breugel de Oude werkt. Een heftige tijd, zo halverwege de 16e eeuw, waarin drie dingen bij elkaar komen. Er is het hoogtepunt van de kleine ijstijd, extreem koude winters en natte zomers met misoogsten en hongersnood tot gevolg. Er is ook een enorme religieuze turbulentie. Maarten Luther krijgt in de Nederlander voet aan de grond met zijn eis tot hervorming in de katholieke kerk. Het leeft onder de mensen. Blijven ze bij de kerk of scheiden ze zich af? Het is het begin van de Reformatie, de oorsprong van het protestantisme. Keizer Karel V en zijn zoon Philips II willen er niks van weten. Ze stellen de Inquisitie in en brengen duizenden ketters naar de brandstapel. En ze proberen een centraal gezag te vestigen dat botst met de eigen gereidheid van de mensen die gewend zijn zichzelf te besturen. Die drie ontwikkelingen leiden tot een schokkende gebeurtenis: de Beeldenstorm in 1566, een pijnlijke, verwarrende en gewelddadige periode die diep in het collectieve geheugen wordt geëtst. Pieter de Jonge is nog een kleuter als zijn vader overlijdt. Samen met zijn broer Jan erft hij die schildersatelier. Hij gaat zich erop toeleggen de composities van zijn vader na te schilderen. Het is dan eind 16e eeuw. De politieke en godsdienstige situatie is volledig veranderd. Antwerpen, de stad waar Pieter woont, is weer katholiek. Er is rust en vrede. Toch blijft hij die kruisdragingen schilderen zoals zijn vader die maakte. Er is veel vraag naar. De stukken zijn nodig om te reflecteren op het roerige verleden. Het zijn praatstukken waarin allerlei elementen zitten aan de hand waarvan de kijker kan praten over de godsdienstwisten. Over de vervolging en de vreemde overheersing uit het verleden, zoals de soldaten met hun rode jakken aan die op dit schilderij Jezus naar de berg Golgotha brengen. Voor zijn kruising en die herinneren aan de soldaten van de katholieke overheid decennia eerder. Het laat zien hoe de troepen van die overheid niet bereid waren tot een hervorming, maar in tegendeel Christus de Verlosser juist naar zijn executie brachten. Pontius Pilatus, die Christus tot het kruis veroordeelde, wordt afgebeeld als de hertog van Alfa, met zijn duivelse kop, die tijdens de Inquisitie met zijn bloedraad een waar schrikbewind voerde. Het zijn elementen in een beeldverhaal dat wordt gebruikt om het collectieve trauma van dertig jaar ervoor, al die ellende te kunnen verwerken. Het kijken, het praten met elkaar, een luisterend oor, het helpt de gebeurtenissen zoveel jaar na dato een plek te geven. En om te beseffen, gelijk het lot van Jezus, dat elk volk, elke generatie en ieder mens op weg naar verlossing. zijn eigen lijden, zijn eigen kruis te dragen heeft. Kruisdraging van Pieter Breugel de Jonge is ingebracht door Dorien Thames, gastconservator bij het Bonafante in Maastricht.